maar zo positief ook. Ja, het blijft maar doorgaan en benauwt me, beklimt mij. Maar gisteravond is er weer een aanslag geweest in Duitsland, in Armbach, in de gemeente Beieren, bij een muziekfestival. Heeft een aanhanger van de IS een aanslag gepleegd, een bomaanslag. Zelfmoordterrorist. Orde van de dag, kun je nu wel zeggen. Zoals er nu voor staat, gelukkig tot nu toe, althans nog geen doden gevallen, maar wel tientallen gewonden. Dit even een breaking news, om het zo te zeggen, maar ik word er helemaal stil van en ik heb hier helemaal geen woorden voor. Het is te triest voor woorden hoe mensen met elkaar omgaan. En verdorvenheid en verdeeldheid. En vooral heel veel angstgevoel. Maar we laten ons volk der wereld er niet onder krijgen. En vrijheid in denken, wijzen en wat voor manier dan ook moet altijd voorop staan. Maar het neemt niet weg dat het weer een verschrikkelijke aanslag is. En nogmaals, het is bijna iedere dag weer een aanslag. En daar word je een beetje moedeloos van. Maar wat kun je eraan doen? Maar in ieder geval, dit is even een breaking news vanuit Duitsland. Gemeente Beieren, aanslag gisteravond. Dit is even het nieuws, maar zo positief wel.